Goeiedag, ik ben Pierre Vivet. Ik ben directeur van Vacances Soleil Camping Holidays met hoofdzetel hier in Brugge. En ik ben ook lid van de raad van bestuur van de beroepsvereniging APTO, de vereniging van de touroperators. Ik ben ook ex-student toerisme. Ik ben inmiddels reeds 40 jaar geleden afgestudeerd en heb al een hele mooie en hele boeiende carrière mogen meemaken bij een aantal toeristische organisaties. We zijn midden in de coronacrisis. En uiteraard is het zo, iedereen weet dat de toeristische sector zeer hard getroffen is door deze crisis. Maar toch zijn wij zeer hoopvol dat wij met het toerisme deze crisis gaan kunnen doorstaan. Want vakanties en reizen zijn een basisbehoefte geworden bij de moderne mens. Net als auto's en net als ons huis is onze vakantie uiteraard heel belangrijk. Toerisme zal er wellicht na deze crisis helemaal anders uitzien. We spreken al jaren over duurzaam toerisme. Ik verwacht dat we nog meer naar duurzame toeristische formules gaan komen. En we gaan absoluut nood hebben aan jonge mensen die straks ons werk gaan verder zetten. Toerisme is een hele boeiende sector waar je heel veel creativiteit kunt aan de dag leggen. En ik ben overtuigd dat we in de toekomst met een aantal creatieve oplossingen zullen kunnen voor de dag komen. Creatieve oplossingen die wellicht door jullie jonge mensen zal worden gemaakt. De creativiteit is natuurlijk één zaak, maar je hebt er ook een aantal skills voor nodig. Een aantal skills die je kunt aanleren in de toeristische opleidingen. Vandaar denk ik dat het vandaag meer dan ooit het belang is om goede professionals op te leiden. En wij hebben er alle vertrouwen in dat wij samen met die jonge professionals deze hele mooie sector met heel veel enthousiasme gaan kunnen verder in goede banen leiden. Ik wens jullie allemaal veel succes. Maak de juiste keuze. Maar wat mij betreft is toerisme absoluut een keuze voor de toekomst.